Hey, welkom bij een nieuwe video. Iedereen heeft vast wel eens een horrorfilm gezien. Nu zijn deze voor veel mensen al één genoeg. Maar wist je dat sommige horrorfilms zelfs gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen? Als iets in het echt is gebeurd, versterkt dit de angstfactor natuurlijk ook enorm. In de video van vandaag gaan we je 20 horrorfilms laten zien die gebaseerd zijn op waar gebeurde verhalen. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Wist je dat de Chucky Pop uit de film Child's Play echt bestaat? Maak kennis met Robert de Doll, die naar verluid aan de eerste eigenaar Robert Eugene Otto werd gegeven door een voodoo-vrouw. Robert werd geobsedeerd door de pop en in zijn huis deden zich angstaanjagende incidenten voor. Tegenwoordig staat de pop in een museum, maar zelfs de nabijheid ervan is vernietigend. Alleen al door er geen respect voor te hebben, zeggen bezoekers dat ze zich getroffen voelen door ongeluk en tragedie. Nummer 19. De Primeval film uit 2007 draait om een groep journalisten die naar Burundi reizen om een mensetende nijlkrokodil te filmen en vangen. Deze gebeurtenis is een waar gebeurd verhaal, want de krokodil waar de film is op gebaseerd heet Gustav en zou 6,1 meter lang zijn geweest en 900 kilogram hebben gewogen. Moet je je voorstellen als je zo'n gigantische krokodil tegenkomt? Behoorlijk griezelig. Nummer 18. Iedereen kent de populaire horrorfilm A Nightmare on Elm Street uit 1984 wel, met in de hoofdrol Freddy Krueger. Freddy Krueger zou gebaseerd zijn op een artikel uit de LA Times. Een vluchtelingenkind uit Cambodja durfde niet te slapen om uit angst aangevallen te worden en nooit meer wakker te worden uit zijn nachtmerrie. En dat is precies wat er in het echt gebeurde, een fenomeen dat hij deelde met tientallen Zuidoost-Aziatische en Hmong vluchtelingen in de jaren 80. Nummer 17. De Girl Next Door horrorfilm uit 2007 en de roman waren gebaseerd op de werkelijke dood van de tiener Sylvia Likens in 1965. In tegenstelling tot de film was de dader niet haar tante, maar haar vriendin Gertrude Banisuski. Deze vrouw was de buurvrouw en had het gemunt op haar kinderen. Volgens verschillende mensen zou de film mild zijn geweest in vergelijking met wat Sylvia echt doormaakte. Nummer 16. 13 maanden lang leed het echte stadje Point Pleasant in de USA onder angstaanjagende waarnemingen en gebeurtenissen die eindigden in een tragedie en een bruginstorting. De film Mothman Prophecies gaat over een personage genaamd Richard Guerre die een bijna 3 meter hoog gevleugeld wezen bij de brug zag verschijnen. Stadsbewoners zeiden dat het wezen hen waarschuwde voor een tragedie en toen dat gebeurde verdween het wezen om nooit meer gezien of gehoord te worden. Nummer 15. Open Water is een horrorfilm uit 2003 waarin je de angst krijgt van de voor altijd uitgestrekte blauwe oceaan terwijl er niemand in de buurt is om je te helpen. Het enige wat zich in de buurt begeeft zijn bloeddorstige haaien die wachten om een hap uit je te nemen. Dat brengt ons bij de verdwijning van het Amerikaanse echtpaar Tom en Eileen Lonergan, die voor het laatst werden gezien tijdens een duik in de met haaien geteisterde wateren van het Australische Groot Barrier Reef. Weken later werden hun bezittingen gevonden op een verlaten strand. Nummer 14. The Conjuring is een horrorfilm met in de hoofdrollen Ed en Lorraine en als je deze film hebt gezien hoop je dat dit verhaal nooit in het echt is gebeurd. Maar dat is dus wel zo. Het waargebeurde verhaal vertelt over de familie Perron die zowel met onschuldige als serieuze geesten in hun boerderij te maken hebben gehad. Toen ze de geschiedenis van hun huis onderzochten ontdekten ze dat de vorige familie allemaal waren verdwenen onder mysterieuze omstandigheden. Ze melden angstaanjagende gebeurtenissen, waaronder de geur van rottend vlees tot aan bezetenheid. Nummer 13. De horrorfilm The Hills Have Eyes uit 2006 zou zijn gebaseerd op cannibalistische gebeurtenissen in het echte leven. Oorspronkelijk dacht men dat de weg naar hun stadje behekst was door het aantal verdwijningen. De clan, zoals die in de film wordt beschreven, pikte reizigers op in het gebied dat zij als hun jachtgebied aanwezen en cannibaliseerden ze daarna in een grot. Er wordt gezegd dat meer dan 1000 mensen het slachtoffer werden van hun vrede en kwaadaardige praktijken. Nummer 12. Veel mensen zijn waarschijnlijk doodsbang geworden na het zien van de It-film uit 2017. De clown in de film, genaamd Pennywise, zou zijn gebaseerd op de seriemoordenaar John Wayne Gacy. Tussen 1972 en 1978 waren zijn slachtoffers minstens 33 mannen en jongens. Zijn hele leven verborg hij zich onder het mom van een loonsbedrijf, terwijl hij als clown optrad bij kinderevenementen.
Zijn clownsfiguren Patches en Pogo hielpen hem om zijn misdaden te verbergen. Nummer 11. The Shining is een horrorfilm uit 1980 dat geïnspireerd was door Stephen King's horrorboek en zijn ervaring met het Stanley Hotel. Toen hij en zijn vrouw in kamer 217 verbleven, waren ze getuigen van de geest van een schoonmaker die hun bagage rondschoof tot kleine jongetjes die in de gangen renden. Andere mensen bevestigden ook dat er in het hotel lichten aan en uitgaan, dingen die bewegen, gelach van kinderen en nog meer geestactiviteit op de vierde verdieping van het hotel. Nummer 10. Bram Stoker's Dracula-film uit 1992 is geïnspireerd op het leven van de heerser Vlad Spitzer, die leefde in Transylvanië in het huidige Roemenië. Deze middeleeuwse heerser stond bekend om opdracht te geven tot het spietsen van honderden, zo niet duizenden Saksen, Boyars en Turken. Een incident meldt dat hij vrolijk dineerde in een bos van gespietste vijanden. Nummer 9. De film Annabelle is gebaseerd op de echte Annabelle-pop. Alhoewel het de porseleinen huid en verwilderde ogen van de filmversie mist, ziet haar uiterlijk er op de een of andere manier nog sinister uit. Ze wordt tegenwoordig tentoongesteld in een occult museum. Het verhaal gaat over een 7-jarig meisje genaamd Annabelle Higgins die werd gevonden in het huis van de familie waar de pop in 1970 de boel terroriseerde. Deskundigen beweren dat ze demonisch bezeten was. De pop zou ook verantwoordelijk zijn geweest van talrijke aanvallen, waarvan 2 bijna dodelijk, en het achterlaten van briefjes met de tekst "Help me". Nummer 8. De Silence of the Lambs film uit 1991 met in de hoofdrol Hannibal Lecter was volledig gebaseerd op het gedrag van een sociopaat en zijn voorkeur om zijn slachtoffers op te eten. De echte Hannibal Lecter, Alfredo Bally Trevino, begon met het doden van zijn geliefde en ging daarna over op lifters. Zelfs op zijn gewelddadigst en tijdens zijn incarnatie werd hij beschreven als onmiskenbaar charmant. Nummer 7. The Exorcist is een angstaanjagende film en is gebaseerd op Roland Doe, wiens avontuur in de geestenwereld begon met een Ouija-bord. Hij meldde krassen te horen op de vloeren en muren van zijn kamer en werd eindelijk gek in zijn hoofd. Overdag zou hij kalm zijn, maar 's nachts schreeuwde hij en raakte in transachtige toestanden. De priesters geloofden dat hij bezeten was door 10 demonen. Nummer 6. Amity Horrorfilm is een film waarin een man genaamd Ronald DeFeo op verschrikkelijke manieren het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt in Long Island. In zijn bekentenis beschreef hij alles in gruwelijke details. Een jaar later kocht het echtpaar George en Kathy Lutz het huis. Ze verhuisden echter alweer na een maand, omdat ze beweerden dat het er spookte. Nummer 5. Scream is een Amerikaanse horrorfilm franchise waarin een zwerver bekend als de Gainesville Ripper een bos onveilig maakt. De Gainesville Ripper is gebaseerd op Danny Rowling die in het jaar 1990 regelmatig in een gevangenis verbleef en door het land reisde op zoek naar zijn volgende slachtoffer. We zullen je echter de bloederige verhalen besparen. Later gaf hij zijn actie de schuld van een alternatieve persoonlijkheid genaamd Gemini, maar deskundigen beweren dat hij alles begreep wat hij deed. Nummer 4. American Haunting is een horrorfilm uit 2005 en gaat over een van de best gedocumenteerde geestenverhalen. Het verhaal van een kolonistenfamilie speelt zich af langs de Rode Rivier in de 19e eeuw. Tussen 1817 en 1821 werden zij gekweld door een geest die zich identificeerde als de heks van Gate Betts, een buurvrouw van John Bell. De geest die de Bellwitch werd genoemd, genoot er het meest van John en zijn dochter te kwellen. De 7e president van de Verenigde Staten, Andrew Jackson, zei ooit dat hij liever tegen het Britse leger vocht dan met de Bellwitch af te rekenen. Nummer 3. De Strangers horrorfilm uit 2008 was gebaseerd op niet 1, maar 3 echte gebeurtenissen. De Manson familiesmoorden, de Caddy Cabin moorden van 1981 en tenslotte door regisseur Brian Bertino's eigen ervaring als kind toen iemand op zijn huisdeur klopte toen hij alleen thuis was en vroeg naar iemand die er niet was. Deze ontmoeting bleek later een overvalstrategie te zijn die hem mentaal voor het leven getekend heeft. Nummer 2. De Zodiac Killer film uit 2007 is gebaseerd op de gelijknamige seriemoordenaar die Noord-Californië tussen 1968 en 1969 teisterde. Californische autoriteiten kregen brieven, codes en zelfs telefoontjes van de man, maar ze wisten hem nooit te pakken te krijgen.
Zijn brieven waren altijd ondertekend en begonnen meestal met "Hier spreekt de Zodiac." Bij ontcijfering bleek er dingen in te staan als "Dit is zo leuk" en hoe leuk hij het vond om mensen pijn te doen. Nummer 1. Dit waargebeurde verhaal inspireerde niet alleen de film Psycho, maar ook Texas Chainsaw Massacre en zelfs delen van The Silence of the Lambs. Maak kennis met Ed Gein, een seriemoordenaar die slechts met 2 moorden in verband werd gebracht. Toch vonden de autoriteiten een alarmerende verzameling menselijke schedels met daarnaast meubels en kleding gemaakt van lichaamsdelen en huid die door hem zouden zijn gemaakt. De echte Gein vertelde echter dat hij ze had gevonden bij het opgraven van vrouwengraven. Wat is jouw favoriete horrorfilm? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.